deze sketch opnemen. En deze sketch gaat vandaag over manieren om je zin te krijgen nadat je ouders je iets hebben verboden. Want het komt natuurlijk best wel vaak voor dat een papa of mama nee zegt, hè? Dat je niet altijd je zin krijgt. Ja. En Devon heeft daar een aantal hele slimme oplossingen voor bedacht. En die gaan wij jullie vandaag in deze video laten zien. Voordat we gaan beginnen, geef dan een duimpje omhoog. En hoeveel gaan we er vandaag vragen? 17.000. Oeh, jongens, druk allemaal vast op het duimpje omhoog als je zin hebt in deze sketch. En dan gaan wij nu beginnen met de video. Mama? Ja, schat? Mag ik een lieve snoepje? Nee, schat. Je hebt vandaag al een snoepje gehad. Het is genoeg. Nou. Het is genoeg geweest. Dan kan ik lekker snoepje eten. Yes! Help mama, ik heb een spin in mijn kop! Wat heb je? Een spin! Ik kom eraan! Oké! Waar? In mijn kast allemaal. Een spin? Ja? Oké, die ga ik even proberen eruit te halen. Die moet je niet in je kamer hebben. Mama? Ja? Ik ga wel even naar beneden, want ik vind het echt eng. Snap ik. Ik ga voor jou zoeken, oké? Komt helemaal goed. Nu kan ik toch lekker een soepje eten. Dag papa! Dag papa! Mam, heb je gevonden? Nee, ik kan hem echt niet vinden, schat. Weet je zeker dat je meer hebt gezien? Ja. Ik kan hem gewoon niet vinden. Overal gekeken. Maar misschien is hij weggelopen. Ik ben bang dat hij is weggelopen, schatje. Nou ja, weet je, misschien kan het later wel vertellen. Ja. Niks aan te doen. Mama? Ja, schat. Wat komt er weg? Nee, schat, je bent genoeg geweest vandaag. Ik ga even een wasje ophangen. Ga je maar wel even lekker je boekje lezen, oké? Oké, dan. Oeh, mijn telefoon ligt hier. Ik ga tegen mijn oma zeggen dat ze heel veel dingen tegen mama moet zeggen. Hoi oma, mama heb je heel erg gemist. Wil je heel veel praten tegen mama? Wil je mama nu bellen, want ze verveelt zich. Oké, dankjewel. Doei doei. A few moments later. Eli, waar is meneer? Ja, goed zo. Mama, de telefoon gaat! Ik kom. Oké. Oma. Hoi. Ja? Wat is er gebeurd? Ja, vertel maar. Ik heb even de tijd hoor. Ja, is goed. Oh, echt? Nee. Ile, goed gedaan hè. High five van mij. Nu kunnen we eindelijk de tablet kijken. Yes, yes. Papa? Ja? Ik heb eigenlijk wel heel zin in chips. Ik ook, maar vandaag gaan we geen chips eten. Nou. Niet gezond. Vandaag. Papa? Ja? Ik heb een superleuk liedje. Die moet je echt luisteren. Ik ben benieuwd. Geef maar. Wel echt afkijken, want hij is superleuk. Is goed. Ga ik doen.
papa weet nu niet dat ik chips ben eten. Papa? Ja? Vond je het een leuk liedje? Ja, hij is echt geweldig. Ik vind hem echt top. Goeie keuze. Mama? Ja, schat? Mag ik game op de PlayStation? Nee, lief, ik ben even aan het schoonmaken. Ga jij maar anders even lekker op je kamer spelen. Dat is ook wel goed idee. Oké. Ik wil echt gamen. Ha! Nee. Mama, handje even meelopen, want je hebt vandaag heel veel opgeruimd. Ja, ik ben wel twee bezig met opruimen, maar ja, hè, dat gebeurt met kindjes in huis. Ja. Heel veel opruimen. Wat heb je gedaan? Voor jou Netflix. Oké, nou eens even kijken. Mama, ik heb voor jou lekker Netflix en allemaal lekker dingetjes. Ik zie het, ja, Netflix. Oeh, die vind ik wel heel lekker. Ga jij maar lekker rusten en een filmpje kijken. Dat vind ik wel heel erg lief van jou en eigenlijk ook wel een goed idee. Ik ga even een leuk filmpje uitkiezen. Yes, dan kan ik lekker gamen. Ik ga lekker poetjes lezen. Jongens, het is wel lekker zomers, hè? Ja. Lekker aan het zwemmen, iedereen aan het surfen. En hier heb je ook een bad eentje. En een ijsje. En een ijsje, ja. En papa, mag ik ook een ijsje alsjeblieft? Nu even niet, hè? Ach, nou. Een bal, paspoort en een koffer, lekker op vakantie, hè? Papa, mag ik een spaarboek voor jou een hamburger kopen? Vind ik super lief van je. Ga je dat kunnen halen? Ja. Gaan we een hamburgertje halen? Ja. Oké, dat vind ik wel een goed idee. Kom. Zo, ik ga even een centje pakken. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag u bestelling? Mag één Big Mac? Ja. Papa, mag ik even ijsje? Oké, vooruit. En twee ijsjes. En wat voor ijsjes wil je? McFlurry en Mems. Dan is het 9,85 mag je doorrijden, dus raam alsjeblieft. Oké, dankjewel. Dat vind ik echt... Je verdient het. Ja? Ja. Omdat je van mij een Big Mac had. Super lief. Zo, pak één Big Mac voor jou. Lekker, lekker, lekker. Ga jij maar naar achter, ga ik genieten van mijn Big Mac, ja? En een ijsje nog voor ons. Oh. High five, Eli. Ja. Wat een geweldige zoon heb ik, die dit gewoon speciaal voor mij doet. Echt, super lief van hem. Even aan mama vragen. Mama, yes, mag ik eten? Nee, we gaan niet iets van snoep halen. Leg maar terug. Nee. Misschien mag ik wel een chipje. Dat ga ik even aan mama vragen. Mama, mag ik een chipje? Nee. Schat, kom maar niet echt hier maar terug. Ah, ik heb een goed idee. Mama vindt deze lekker en misschien mag ik deze ook. Want deze vinden wij allebei super lekker. Mama, ja? Deze was echt super lekker. Ja, deze. Ik heb gevonden. Ja. Oeh.
Die is wel heel erg lekker. Zullen we die maar halen dan? Ja. Gaan we deze halen. Die is wel echt lekker, ja. Yes, yes, yes. Het is me gelukt. Haha. Dit waren de sketches. Dit waren inderdaad de sketches. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten dat je altijd moet luisteren naar je papa en mama. Zeker. Alleen, dan zie je ook wel weer, als je soms extra lief bent en iets speciaals doet, kunnen ze daar nog wel eens wat gevoelig voor zijn. Dan gaat het speelgoedje af hier op de achtergrond. En in sommige gevallen kan het natuurlijk uitpakken. Maar vergeet het niet, papa en mama's zijn de baas. Dus daar moet je zeker naar luisteren. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer volgende week in een nieuwe video. Doei!